helemaal opgezit, maar wat is dit? Ja, dat is een lunchroom Naioli zit ze met de handen in het haar. Ondanks het mooie weer blijft het terras leeg. Ja, dit scheelt wel enorm of ik mijn terras buiten kan zetten of niet. En, nou ja, niemand gaat met dit mooie weer hier tussen de vliegen zitten. Dus ja, natuurlijk baal ik enorm. Want ja, het is geen smakelijk idee. Vliegen gaan overal opzitten. Op ontlasting van honden, katten, afval, noem maar op. En ja, dat, ik bedoel, als mensen vliegen zien, dan is dat altijd een beest wat... Ik vind het een vies beest, laat ik het zo zeggen. Het landt overal op. Vorig jaar duurde het 2 weken. En toen was het ook in 1 keer allemaal weg. Maar ja, goed, nu zitten we een beetje in het kwakkelende weer. Ochtends koud, warm, koud, warm. Ja, en dan blijft dit gewoon een tijd. En het is gewoon heel vervelend. Ik weet dat wij ooit wel eens een verdelgingsbedrijf hebben gebeld. En die zijn komen kijken en die zeiden ook, nou ja, daar kunnen wij helemaal niets mee. Daar kunnen we niets aan doen. Ook de gemeente staat voor een raadsel, aldus deze winkelier. Hygiënisch goed, maar het zit waarschijnlijk in de bomen hier aan de overkant en ze krijgen het er niet uit. Dus... Het is niet te spuiten, het is niet te, je weet niet waar ze vandaan. Ze komen uit de toren misschien, ze komen misschien van achter van de begraafplaats. Geen idee waar het vandaan komt, geen idee. Het goede nieuws, het probleem lost zich binnen een paar weken weer vanzelf op.